Goedemorgen. Jij verkoopt verhaaltjes? Mhm. Waar gaan je verhaaltjes over? Nou, deze gaat over een olifant. En deze gaat over een helikopter. En deze gaat over een gemene vos. En... Oh, wat gebeurt er in dat verhaaltje? In deze? Mhm. Nou, er was eens een vos. En die was heel slim. Want hij had alle boeken in de boekenboom gelezen. Maar de vos was ook heel gemeen. Want de konijntjes en de olifant en de egel en de beer mochten allemaal niet in de boom lezen van de vos. Want hij was bang dat alle andere diertjes net zo slim zouden worden. Maar het meisjeskonijn wilde per se weten waar konijntjes vandaan komen. En toen ging ze stiekem naar de boom en kon over alles lezen. Maar de vos kwam erachter en hij ging naar de boom toe met zijn stomme vriendjes. En ze pakte het konijn. En dat vonden de andere dieren niet eerlijk. Toen gingen ze met z'n allen naar de vos en die werd heel bang en liet snel het konijn los. Maar ze gingen tegen de boom duwen en die begon te schudden en te kraken en we zo... Soap de vos. En wat kost dat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nu ken je het verhaal toch al.